Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 19 oktober. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond goede tijden gekeken en daarna politie Arnhem. Was weer erg heftig. Ik moet zeggen, ik heb alle seizoenen tot nu toe gezien. En ik vind dit toch wel echt het seizoen wat er uitspringt qua heftigheid. Eerst al iemand onder een zweefvliegtuig, die was neergestort, die was overleden. Daarna vonden ze nog iemand overleden in een woning. Ja, het vond toch wel eventjes heel veel op één avond, zeg maar. Maar ik vind het tot nu toe nog wel het heftigste seizoen dus. En daar heb ik een stukje van Kees van der Spek gezien. Het ging over een man die had iemand ontmoet in het buitenland en het leek ook alsof zij weinig geld had en ze hebben elkaar een aantal keer gezien. Hij heeft best wel veel geld naar haar overgemaakt ook. Toen heeft hij spontaan een reisje geboekt daarheen en toen kwam hij haar dus tegen met hele andere kleding aan als hoe hij haar had ontmoet. Dit was echt wel wat duurdere kleding bij een man in de auto. Hoe dat verder gaat, dat weet ik dus nog niet. Ik wil dat vanavond even afkijken, maar dat was ook best wel, ja, heftig. Dat vond ik vorige week al toen ik het voorstukje daarvan zag. Ik heb de vlog voor het grootste, ik heb de vlog afgemaakt, moet ik zeggen. Want ik had hem natuurlijk voor het grootste gedeelte al klaar. Maar ik heb hem nu even afgemaakt. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En dat wordt echt wel steeds spannender hoor. Ik moet wel zeggen dat ik wel heel benieuwd ben hoe dit afloopt. Maar ik zei dus heel leuk, ik ga Moedermafia kijken. Maar daar was ik dus al doorheen. Want ik dacht eigenlijk dat het 10 afleveringen waren, maar het waren er maar 6. Dus toen heb ik Bureau Raamport aangezet. Ik kende het vooral van naam. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit echt naar gekeken heb. Ik was ook wel vrij jong toen dat op tv was. Dat is met Thomas Akda onder andere. En het is een politieserie. En wat ik wel heel tof vind aan deze serie, er zit ook wat humor in. Maar het speelt zich af in Amsterdam en dat ze ook een echte Amsterdammer daarvoor hebben gekozen. Want Thomas Akda is natuurlijk gewoon een ras Amsterdammer met dat Amsterdamse accent van hem. Dat vind ik dan wel weer heel mooi terugkomen in zo'n serie, want dat zie je eigenlijk in heel veel series niet. In Baantje was dat niet zo, wat ook in Amsterdam afspeelde. In Flik Maastricht is het niet zo. Nou, daar vind ik niet zo heel erg in, want ik merk wel dat ik ben in Maastricht geweest. Ik versta die mensen daar niet. Dus het zou denk ik niet heel fijn zijn als ze daar ook dat echt dat accent zouden aannemen. In Flikker Rotterdam, Kees Schil, die kan nog wel het Rotterdamse accent echt oppakken, maar de rest eigenlijk niet. Dus het is wel leuk om te horen dat er ook echt in zo'n serie het accent wordt overgenomen. En ik vind Thomas Akda altijd wel ook wel goed acteur. We kennen hem eigenlijk voornamelijk natuurlijk als zanger. Maar ook op acteergebied heeft hij al best wel veel gedaan. Ik moet zeggen, ik vind het niet verkeerd hoe hij dat doet. Dus ik vond het wel leuk. Het boek is nog niet uit, bijna. Ik kreeg ook een rare wending. Dus nou ja, goed. Ik ga nu even de boel doen. Ik ga een was aanzetten. Ik heb voor jullie nog eventjes, ik ben opnieuw begonnen met het maken van de blaadjes voor mijn kleurkaart voor mijn stempels. Daar ga ik jullie even naar laten kijken, want dat schoonmaken is toch niet zo heel interessant. Ik heb nog niet de stempeltjes erop geplakt. Ik heb voornamelijk nu de lijnen getrokken en de namen geschreven, tot ik tevreden was. Dus dat heb ik gedaan. Dus dat zal ik eventjes laten zien en dan ga ik jullie eventjes lekker naar de poes. Maar eerst een was aanzetten, want dat is heel hard nodig. Dus ik ga even aan de gang.
Ik had even twee pakketten binnengekregen. Dat ene pakket laat ik niet zien, want morgen ga ik daar een video van maken. Maar ik had dus weer een nieuwe collectie besteld van Essence. Die werd maandag aangekondigd en werd maandag ook gelijk in de verkoop gegooid bij de Bougie Shop. Hier komt ook een extra video van online, maar deze laat ik nog heel even liggen. Maar ik zal hem wel even laten zien wat erbij zit. Uitproberen te pakken hoor, want het zit natuurlijk altijd super goed verpakt. Dit is de Everyday is a Mystery x Beauty Dance collectie. En ik heb hier allereerst een PH Reacting Blush Stick. Hij is dus bij de Bougie Shop al te koop, maar volgens mij was er al een groot deel uitverkocht. Maar hij komt nog in de winkels, maar dat duurt nog eventjes. Ik heb twee lipproducten. Dit zijn Plumping Lipglossjes. En ik heb dus allereerst deze. Dit is de kleur 01 Dragon. En dan heb ik ook de kleur 02 Everyday. Dat is een beetje een donkerder kleurtje. En ik heb dus een oogschaduwpalette. En er zitten ook eyeliners in. En dat is deze. En die ziet er zo uit. De eyeliners zijn best wel heftig. Want er zitten dus echt letterlijk... dit zijn de drie eyeliners. Deze. En de rest is oogschaduw. Maar ik vond het wel een leuke collectie. En het was dus heel grappig wat ik zei. Ik kreeg hem echt maandag in de... als persbericht binnen. Hij stond maandag ook online. Daar komt dus binnenkort nog wel weer een keer een video over online. Maar hij staat dus al op internet. Maar de kans is dat hij bij Bougie Shop al uitgekocht is, is vrij groot. Maar hij komt ook in de winkels. Ik zal even de link van het persbericht zal ik eventjes in mijn beschrijving van de vlog zetten. Zo, ik ben klaar met alles. Mijn lipstick zit ook overal zoals je kan zien. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Ik heb gewoon alleen wat gedronken. Maar ik denk dat hij een beetje is uitgelopen. Maar goed, komt straks wel weer met de douche. Dan veeg ik hem zo weg. De woonkamer is lekker schoon. De bank weer even helemaal lekker afgezogen. Het kleed even goed gezogen. Dat ging allemaal prima. Die fluweel die heb ik dus nu gebruikt. En hij ruikt echt heel erg lekker. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe mijn was straks ruikt als die klaar is. Echt super fijn om weer wasmiddel te hebben. Dat eigenlijk. Ik heb eventjes nog in mijn mus gewerkt. Dat ging op zich ook wel lekker. Ik heb even wat clearstems gebruikt. Maar toen zocht ik een plaatje, want ik had een plaatje gezien in een foldertje die ik nodig had om bij mijn mus te plakken. En die kon ik niet meer vinden, dus dat was een zoektocht. Maar dat is dus nog niet helemaal gelukt. Dus ik moet nog even doorspitten. Ik ga zo meteen eventjes lekker relaxen. En als de was klaar is, die even in de droger doen. Ik moet nog wel eventjes de dweil wegzetten. Ik heb de Amazon naar boven gedaan. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het tijd voor het perfecte plaatje. Daar heb ik op zich wel weer zin in. Vind ik wel weer interessant. Dan wil ik even Kees van de Spek afkijken. Ik probeer nog even Splatoon te doen. Maar wat ik al zei, ik zit een beetje vast. Verder ga ik mijn blogpost schrijven. Ik moet eventjes de thumbnail maken voor de vlog en die inplannen. En hopelijk dat ik even verder ga met dat persbericht. Dan ga ik mijn Netflix serie kijken. En vanavond is het tijd voor oogappels. Dus dat is ook wel weer lekker. Dus vind ik ook altijd wel weer leuk. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. Want daar heb ik wel eventjes zin in. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 20 oktober. Ik ben klaargemaakt. Toen ik uit bed kwam en ik ging kleding pakken, trof ik dit aan. Daar werd ik niet heel gelukkig van, kan ik je wel vertellen. Want dit is de situatie. De katten hebben mijn sokken leeggetrokken, dus dat zal ik zo even opruimen. Ik weet niet wat hier leuk aan was, maar blijkbaar was het een leuk spelletje. Trek de sokken van je vrouwtje leeg. Toen stootte ik ook nog eens mijn teen. Ik heb een hele likdoorn op mijn teen en die komt elke keer terug. En ik heb van die pleisters geprobeerd, maar het is mijn kleine teen, dus die pleisters blijven niet zitten. En ook omdat je sokken draagt en ik douche natuurlijk elke dag, laat dat los. Dus er gebeurt gewoon eigenlijk niks mee. Maar dat wordt dus zo onwijs hard.
dat als ik mijn voet stoot, dat die pijn doordringt, jongens. Echt, dat is niet leuk. Ik heb dus ook weer ijskoud. Dus ik zit lekker in mijn warme truitje. Het is buiten wel lekker aan het regenen. Vind ik op zich wel gezellig. Ga zo wel even de lamp opzetten, want ik ga zo een video opnemen. En ja, het is nu hier best wel donker. Dus ik vind het nu niet echt heel mooi beeld om mee te filmen. Maar gelukkig heb ik natuurlijk een lamp. Ik heb gisteravond het perfecte plaatje gekeken. Was wel weer leuk. Er moest nu voor het eerst iemand naar huis. En dat had ik ook ergens wel verwacht. Vorige week mocht iedereen blijven. Maar ook wel grappig om te zien dat degene die vorige week eigenlijk niet heel goed was, nu de beste was. Dus dat is ook wel leuk. Daarna heb ik even Kees van der Spek afgekeken. Dat is ook wel interessant. Ik heb nog Splatoon gedaan en eindelijk kwam ik er doorheen. Yes, het duurde echt heel lang. Ik heb nog wel een paar levels waar ik niet doorheen kon, maar deze ging ik op zich nu wel aardig doorheen. Dus dat was wel fijn. Ik heb de thumbnail gemaakt voor de vlog en die ingepland. Ik heb een blogpost geschreven. Ik heb een previewartikel afgemaakt. Die doe ik van het weekend even online knallen, want ik moet alleen nog even een front hebben. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Super spannend ook weer. En daarna heb ik Oogappels gekeken en daar blijf ik van genieten. En ik hoop echt oprecht dat deze serie volgend jaar de Gouden Televisiering wint. Want ik vind het zo'n goede serie en ik vind het zo genieten altijd. En ik gun hun gewoon die televisiering. Nou ja, mijn boek is uit. Dus ik mag een nieuwe gaan starten vanavond. Dus dat. Ik ga even stofzuigen, de bakken scheppen, mijn sokken opruimen. En dan ga ik even alles klaarzetten voor de video. En daarna ga ik even alvast de voorbereidingen treffen voor het maken van de koelers. Dus daar ga ik jullie dan in meenemen. Maar nu eerst maar eventjes een beetje opruimen en zorgen dat ik kan gaan filmen. Die staat nu op. Het
ga ik nu lekker pruttelen. Dus dat ziet er alweer goed uit. En dan straks komen de geuren pas vrij. Maar het staat in ieder geval nu op. Dus ik heb wel even de kleine pit gezet. En dan kan het mooi gaan sudderen. Zo, alles is weer gelukt. De koelers die staat nu lekker te pruttelen. De katten hebben heerlijk gegeten. Ik heb nog even diamond painting gedaan. Ik heb alleen zere ogen van die rotuien. Heb ik zo niet eens. Ja, ik moest ze even door midden snijden. Ik heb echt huiluien. Dat is altijd even een nadeel. Ik heb ze ook eventjes natuurlijk in dat machientje gedaan. Ik ga ze echt niet snijden. Ten eerste kan ik geen uien snijden. Dat vind ik echt drama. En ten tweede mijn ogen. Oh. Maar goed, het is allemaal gelukt. Het staat nu lekker op. Dus ik denk dat het op de kleine pit kan. Ik denk dat de kleine pit wel beter is. Want dan kan het ook niet aankoeken. In ieder geval, alles is gelukt. De video staat erop. Alleen de lamp die krijg ik zo snel niet weg. Ik denk dat ik die eventjes... ik weet niet of ik hem morgen nog nodig heb. Want ik moet morgen nog even een video doen. Dus dan moet ik even kijken of ik hem dan nog nodig heb. En anders kan ik hem alsnog opruimen. Maar goed, daar moet ik eventjes naar kijken. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker wat drinken en dan even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan vanavond lekker de koelers eten. Vanavond kijk ik gewoon Goede Tijden en Het Roer Om heb je. Ik denk dat ik daarna nog even wat ga terugkijken. Ik wil nog even verder met Splatoon. Verder moet ik foto's bewerken en heb ik eigenlijk niet heel veel te doen. En ga ik mijn Netflix serie kijken en daarna weer lekker was ik nou ook weer aan het kijken, hoe heette dat nou? Bureau Raampoort ga ik dan weer eventjes kijken. Dus ik ga eventjes verder de zooi opruimen, want er staan nog wat afvalschillen van de uien en het bakje van het vlees. Dat kan nu allemaal mooi weggegooid worden. Dus ga ik dat eventjes opruimen en dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen en mijn ogen even rust gunnen. Want die doen echt heel erg zeer. Goed, ik ga dat eventjes lekker doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 21 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een video opgenomen. Dus ik moet zo even wat gaan opruimen. Ik kan ook even de lamp gaan opruimen in de slaapkamer. Ik heb gisteravond weer Goede Tijden gekeken en daarna Het Roer Om. Was op zich wel interessant. Ik heb daarna nog even wat teruggekeken en Splatoon gedaan. Ik had eindelijk weer wat levels verder. Dus dat ging op zich wel goed. Ik ben een nieuw boek begonnen. Ik weet eigenlijk nog niet wat ik daarvan vind, maar oké. Ik heb natuurlijk mijn Netflix serie gekeken die ook weer heel erg leuk was. En daarna heb ik Bureau Raampoort gekeken. Dat was ook wel weer heel gezellig. Verder is er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Mijn goulash was echt heel lekker. Daar heb ik echt wel van genoten. Dus dat viel goed in de smaak. Ik heb wel eventjes mijn foto's bewerkt voor mijn blogpost voor vanavond. Dus dat is prima. Wat dat betreft heb ik wel van allerlei dingetjes gedaan. Ik ga zo meteen eventjes stofzuigen. Ik ga eventjes in de slaapkamer de lampen en de statieven opruimen. Misschien dat ik eventjes alvast wil gaan afplakken in de keuken. Want ik wil morgen gaan schilderen. Ik dacht eerst vandaag, maar morgen is handiger. Dus ga ik het morgen eventjes doen. Misschien dat ik alvast wat ga afplakken. Ik ga gewoon even wat kleine klusjes nu doen. Ik ga jullie gewoon weer proberen mee te nemen. En dat is het dan eventjes. Ik ga nu in ieder geval eventjes opruimen en de stofzuiger er doorheen trekken. En dan... Is dat in ieder geval weer gebeurd. Thank you.
muis probeert gezellig met Mickey mee te eten, maar Mickey moet even haar eigen eten opeten. Als Mickey zo vol zit, mag jij nog wel een beetje. Je hebt het al op, hè? En Mickey eet de laatste tijd wat langzamer. Vroeger... Nee, eerst Mickey laten eten. Vroeger had zij iets sneller. Hallo muis. Hallo tijger. Jij wil daar blijkbaar niet in beeld. Krijg je sterrenallure? Hier ben je. Nou, ik laat haar wel even rustig eten. Zo, ik heb mijn haar inmiddels maar weer even in een gewoon knotje gedaan. Want wat ik had, dat was alweer uitgezakt. Ik heb eventjes de muur ontsmet. Jullie hebben een klein stukje gezien. Ik had het andere deel had ik al gedaan waar ik wil beginnen. Want ik dacht, als ik dat morgen doe, dan, ja, weet je, dan droogt het niet zo goed. En dan kan het nu even drogen. Ik had het wel vrij droog gedaan hoor. Met gewoon een natte doek met wat schoonmaak aan zijn. En dan kan ik daar morgen overheen schilderen. Ik moet ook even wat dingen van de muur afhalen. Zoals dat bord en zo. Ik heb even alvast wat bijgewerkt in het blog en YouTube boek. Dus dat was ook wel fijn. Want daar kom ik morgen waarschijnlijk niet aan toe. Ik heb even de afspraak van het ziekenhuis moeten verzetten. Want die was 2 november. En ik had gevraagd of mijn vader mee kon. Maar dat ging even niet. Dus die heb ik nu verzet naar 8 december. Want dat is dan op een donderdag. En als het goed is kwam mijn coach dan mee. Want ja, je kwam al vrij snel naar het volgende jaar dan toe, zeg maar. Dus dat is natuurlijk allemaal een beetje lastig. Maar goed, dat heb ik dus ook even gedaan. Nou, ik heb even weer de lampen en zo opgeruimd. Dat was ook wel fijn. Het was echt wel een staar in de weg. Als ik ooit nog een keer een ander huis zou krijgen. Want ooit hoop ik nog wel een keer groter te mogen gaan wonen. Dan hoop ik echt dat ik, zeg maar, wat meer kamers heb. Dat ik daar eigenlijk echt maar een soort van kamer kan maken waar ik dan kan gaan filmen en dat ik die lamp dan kan laten staan. Maar goed, zover is het nog lang niet, want we weten allemaal hoe het is met de huizen in Nederland. Ik ben blij dat ik een dak boven mijn hoofd heb, maar mocht het ooit zover komen, dan is dat wel een wens. Dus ik heb het nu gewoon weer even netjes opgeruimd, want nu nam die best wel veel ruimte in. Dan had ik ook een beetje last van met sporten, zeg maar. Maar goed, dat is allemaal klaar. Dus morgen gaan we beginnen met schilderen. Daar heb ik op zich wel zin in. Ik ga zo even lekker relaxen. Het eten is hier inmiddels op. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond weer Flikker Rotterdam. Daar heb ik zoveel zin in. Volgens mij komen er nog 2 afleveringen als ik het goed heb. Ik ga straks ook de nagellak eraf halen. Want het is nu alweer beschadigd. En ja, morgen ga ik verven. Dan wordt het helemaal niks met nagellak. Dus dat gaat er sowieso af. Ik ga denk ik even Andy en Melissa terugkijken. En ik probeer nog even verder te gaan met GTA. Dus dat... ik ga de video in elkaar zetten. Ik ga mijn blogpost schrijven. En dan ga ik mijn Netflix-serie kijken. En vanavond heb ik weer Roosgeur en Botkalijn. Dus dat wordt verder ook de avond. Vandaag was het een beetje een saaie vlogdag, merk ik. Want ik was zelf ook een beetje zoekende van wat moet ik gaan doen? Wat wil ik gaan doen? Maar goed, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Dus ja, ik ga in ieder geval jullie dan morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 22 oktober. Ik ben klaargemaakt. Vandaag op de planning is om een begin te maken met het schilderen van de keuken. Ik ga beginnen met witte. Ik ga dus nog niet met de roze kleur aan de gang. Maar ik wil eerst de boel even witten. Dat is ook wel echt heel hard nodig. Ik heb nu nog even gewone kleren aan. Ik ga me straks natuurlijk even omkleden. Maar ik ga eerst even de kwasten wassen van de make-up. Dan zijn die ook schoon. Ik heb net een nieuwe jas binnengekregen. Die zal ik zo even met jullie uitpakken. Daar zal ik zo even wat meer informatie over geven. Ik heb gisteravond lekker Flikker Rotterdam gekeken. Het was echt super spannend. Ik baalde ervan dat het afgelopen was. Volgens mij is volgende week dan echt de laatste. Ook wel weer jammer, want ik geniet er altijd wel heel erg van. Maar het was echt wel heel spannend. Daarna heb ik even Andy en Melissa gekeken en heb ik een beetje GTA gedaan. Dat ging op zich wel goed. Toen heb ik de video in elkaar gezet en ben ik mijn blogpost geschreven. Dat was nog even een gedoe, want mijn WordPress, ik blog via WordPress. En mijn geheugen daar raakt dus vol, dus dan moet je even wat oude artikelen gaan verwijderen. Dus dat was nog even een dingetje, maar dat is uiteindelijk gelukt. Toen ben ik mijn serie gaan kijken en dat is ook zo spannend. Ik vind het wel echt een aanrader als je een beetje van psychologische thrillers houdt. Alleen het einde vond ik heel naar. Want er gebeurde iets met een dier. En als ik ergens niet tegen kan,
is het dat er iets gebeurt met dieren. Dat vind ik zo erg. Dat vond ik echt wel heel naar. En daar heb ik Roosgeur en Wodka Lijm gekeken. Dus dat was het ook. Het boek wat ik aan het lezen ben, ben ik nog steeds helemaal achter of het echt iets voor me is. Ik vind het soms een beetje warrig. Aan de ene kant wil ik het wel uitlezen, maar aan de andere kant, het trekt me niet heel erg. Dus ik moet daar nog even over nadenken. Ik zal even de jas met jullie uitpakken en dan ga ik aan de gang. En dan gaan we straks maar eens eventjes schilderen. Ik heb eigenlijk eventjes, ik heb dus een teddyjas gekocht. Ik wilde eigenlijk al heel erg lang een teddyjas hebben. Daar loop ik eigenlijk al nou, zeker een jaar mee in mijn hoofd. Misschien al wel anderhalf jaar, twee jaar, zoiets. Maar elke keer vond ik net niet wat bij me paste. En dan dacht ik ook wel, ja, weet je, ik heb ook nog wel een goede jas. Maar dit is meer even zo'n tussenjas. Want ik trek nu al mijn winterjas aan. En als het straks echt super koud is, dan heb ik daar niet zo heel veel meer aan. Dus ik heb geregeld dat ik bij zo'n longjas, deze was in de sale. Ik zal hem even openmaken. Open for first. Ja. Dat doe je gewoon vastvullen. Ik heb een zwarte gekocht en deze is van Only. Ik heb een maatje M gedaan. Er stond bij bestel nog een maatje kleiner. Maar ik dacht, ja, weet je. Ik zit normaal op S. Ik vind een M dan op zich wel lekker. En dit is er. Het is een beetje een langer model. Hij is dus gewoon met, hoe werkt dat? Drukknopen. Ik zal hem even aantrekken. Dan zullen we even voor de spiegel kijken. Maar dit is hem dus. Dus even kijken hoe die zit. Nou, ik heb hem even aangetrokken. Je kan hem dus gewoon zo dicht doen. Hij zit op zich best wel lekker warm. Maar hij is nog best dik. Ja, bij de mouwen zit hij niet super lang, maar... Ja, als ik een L zou bestellen, zou die nog ruimer zitten. En dit zit op zich gewoon prima. Dus ik vind hem eigenlijk wel super leuk. Hij valt dus net over je kont heen. Hij heeft ook nog zakken, wat ik wel fijn vind. En dan kun je hem gewoon zo dicht doen. Dus ja, ik vind het gewoon even zo'n leuk jasje voor tussendoor, weet je wel. Dus lekker, lekker stofje. Ja, ik vind hem wel heel erg leuk. Dus ik ben er eigenlijk wel heel erg blij mee. En ja, wat ik al zei, hij was dus in de sale, dus eigenlijk dikke prima. Dus dat is dus de nieuwe teddyjas en hij is lekker warm. Ik wil hem eigenlijk knuffelen. Oké, mijn schilderoutfit is aan. Ik ga beginnen hier in die hoek. Dus ik ga dit er eventjes afhalen. En dan kan ik dit stuk alvast gewoon gaan doen. Dus dat is voor nu de planning. Ik heb alles gepakt. Dus ik ga alles even klaarzetten en dan kan ik eraan gaan beginnen.
keukentje weer opgeruimd. Ik ben dus hier begonnen. Maar zoals je kan zien is het niet volledig gedekt. Dus daar moet sowieso nog een laag. Ik heb ook al een deel van het plafond gedaan. Je ziet duidelijk waar ik nog niet geweest ben. Daar kon ik dan net niet zo goed bij. Die lamp die krijgt ook nog een hele schoonmaakwerk. Dat moet nog helemaal schoon. Deze muur is al gedaan. Maar ik moet sommige dingen even met een kwastje doen. De randjes. Maar tot nu toe is dus dit wat ik heb gedaan. Je ziet wel heel duidelijk wat al geverfd is en wat niet. Maar ja, voor nu ben ik wel even tevreden. Dan ga ik binnenkort gewoon weer even verder. Maar ik heb alles in ieder geval weer netjes opgeruimd, dus prima. Hey, ik had het er warm van gekregen. Ik heb even een andere trui aangetrokken. Ik moet zeggen, het viel een klein beetje tegen nog wel. Vooral omdat ik boven mijn hoofd moet werken en dat is niet echt mijn sterkste punt. Ik merkte gewoon dat ik hier en daar best wel wat knoeide. Gelukkig had ik natuurlijk een zeil ondergelegd. Alleen dat zeil pakte ik en toen viel er dus een doosje spijkers vanaf boven naar beneden. Dus die kon ik eerst in de gang helemaal gaan opruimen. Dus ik hoop dat ik nu alles heb. Dus ik heb alles gewoon op een stoffer en blik bij elkaar gedaan en in een zak gestopt. Want dat doosje was helemaal kapot. Nou ja, toen ben ik dus begonnen en ja, toch lekt het altijd een beetje natuurlijk. Maar ja, ik heb nu gewoon ook eventjes alles wat er af moest, is er dus voor nu eventjes afgehaald. Dat ga ik even heel goed schoonmaken, want er zitten echt dingen bij die zijn wel heel vies. Dan denk ik dat ik alle kruiden nu gewoon in de potjes ga doen. Dan kunnen die potjes waar ik nu in zit gewoon weg. Nou, dan probeer ik eigenlijk hopelijk volgende week nog weer even verder te gaan. Met nieuwe energie, want ik was nu ook wel zat. En dan moet je de hele boel nog opruimen. En dan denk ik van, nou weet je, dan geloof dat ik rond 3:55 gestopt ben. Dus ik heb echt wel eventjes een poosje staan schilderen. Alleen het is een beetje balen dat de dekking niet echt fantastisch is. Maar schilderen in een lege keuken is makkelijker als je spullen er staan natuurlijk. Maar goed. Ik moet gewoon even gaan schuiven, ook volgende week. Dus dat komt vast wel goed. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen, want ik voel me heel vies door de verf. Ik heb mijn vingers zo goed als schoon. Hier en daar zie je nog wat verf zitten, dus dat gaat er straks wel af. Vanavond kijk ik weer Ik hou van Holland en de Alles kunnen Vips. Ik hou van Holland is de laatste. De Alles kunnen Vips komt geloof ik hierna nog één keer. Dus dan is alles weer een beetje klaar. Verder ga ik... de vlog voor het grootste gedeelte al editen. En sowieso mijn Netflix serie kijken. Ik wil ook nog eventjes gamen en roosgeur en wodka lijm kijken. En dat is het ook wel. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen. Want ik ben nu best wel zat van al dat geverf. Ik heb last van mijn rug. Omdat je, ja, je merkt toch dat het een houding is die je niet zo vaak aanneemt. Dus nu even lekker rusten. En dan ga ik jullie gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 23 oktober. Ik zit heel even op de bank. Ik ga zometeen even wat klusjes doen. Ik moet even stofzuigen en de bakken scheppen. De groente moet even afgehaald worden. Ik wil even in de keuken nog wat opruimen. Ik moet die plank nog even schoonmaken. Ik heb gisteren... Ja, ik heb zeg maar altijd een... hoe moet ik dat goed uitleggen? Een soort van mandje hangt daar. En daar zitten mijn koffiecupjes in. Dat ging gisteren trouwens mis. Ik had koffie gemaakt. Ik deed de koffiemelk in. Het was blijkbaar heel hard. Dus er kwamen allemaal stukjes. Die koffiemelk was niet goed. Dus toen heb ik even een nieuw bakje gemaakt. Want ik had een slok genomen. Het was zo vies. Dus mijn moeder zei al, waarschijnlijk heeft er gewoon een klein gaatje in gezeten. Heb je dat niet opgemerkt? Nou, dat denk ik inderdaad. Het was echt heel vies. Dus, maar goed, dat mandje heb ik even helemaal schoongemaakt. Die ga ik eventjes boven neerzetten. Want ik hang het pas weer op als de muur zeg maar helemaal klaar is. Maar ik denk dat mocht ik deze week bij de Action komen, ik weet niet of ik daarheen ga, wil ik even kijken voor zo'n stok, zeg maar, dat ik gewoon makkelijker ook bij de bovenkant kan. Want op zich, het trapje werkt wel, maar je moet hem nu steeds verplaatsen. Dus het zou ook gewoon makkelijker zijn voor het plafond. Maar goed, ik weet dus niet of ik er kon, dus dan moet ik even kijken. Ik heb mijn nagels eventjes helemaal schoongeveld, zeg maar, want er zat ook wat verf op. Dus dat heb ik wel eventjes gedaan. Maar nu moet ik zeg maar nog even die plank waar normaal mijn kruiden op zijn, die moet ik even insprayen. Die moet ook even schoongemaakt worden. Ik wil eigenlijk nog even een klein stukje diamond beten en ik moet foto's maken. Dus dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Gisteravond heb ik hou van Holland gekeken. Was op zich wel weer leuk. Dus daar heb ik wel even van genoten. Na de alles kunnen vips. Maar eigenlijk degene van wie ik hoopte die zou winnen, die is eruit. Dus dat is een beetje jammer. Nu heb ik geen voorkeur meer. Want de rest vind ik niet zo heel interessant.
Dus ja, dat vond ik wel jammer. Ik heb nog even Fortnite gedaan. Ja. En nou ja, dat was het ook wel. Toen heb ik mijn vlog voor het grootste gedeelte al in elkaar gezet. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. En het bizarre is, het is door mijn hoofd geschoten, zou deze persoon er wat mee te maken hebben. En het blijkt nu dus dat die persoon er wat mee te maken heeft. Dat is echt zo bizar hoe je zo voor de gek kunt gehouden worden met zo'n serie. Dat je echt denkt van, oh, hij lijkt eerst slachtoffer en nou lijkt diegene de dader te zijn. Ik weet nog niet helemaal zeker natuurlijk of dat dit zo is. Dat ga ik vanavond zien, vanavond de laatste aflevering. Maar het was wel heel leuk. Daarna heb ik Roodschudden Botkelijm gekeken. Ik ga nu eventjes wat dingen doen en ik ga straks sowieso even de fotospullen laten zien. Maar eerst maar even zorgen dat ik hier even wat verder kom. Dus ik ga even muziek aanzetten. Ik had even de kliko aan de weg gezet, want de GFT wordt morgen gelegd en die was echt super zwaar. Dus het was eventjes kracht zetten. Ik had gisteravond ook heel erg last van mijn been. Dan had ik echt gewoon spierpijn, omdat ik een spier heb gebruikt die ik blijkbaar nooit gebruik met schilderen gisteren. Dus dat is er nu gelukkig wel weer uit. Maar goed, ik ga eventjes wat doen. Dus ik zal straks even fotospullen laten zien. Oké, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Extreme Last Base Coat. Die zou voor 80% je nagellak langer laten zitten. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dan heb ik hier het Nude Mauve Collection Eyeshadow Palette van Catrice. En ik heb hier een metal detector. Het is een lakker plus glitter voor je lippen. Ik vind dit best wel spannend, want ik weet niet of dat dit echt wat gaat worden. Maar het is dus echt voor je lippen. Je kunt dus je lippen met een liquid lipstick kun je er dus een metallic finish aan geven. En glitters voor zo'n extra sparkle. Dus ik ben wel heel benieuwd. Dus laten we dat gewoon gaan eens gaan proberen. Ik weet niet of het echt er heel mooi uit gaat zien, maar dat gaan we dan wel zien. Ik ben lekker klaar. Ik ben best wel eventjes druk geweest nog. De foto's zijn in ieder geval klaar. Ik heb eventjes lekker de kruiden opgeruimd. Ik heb dat bord waar ik normaal mijn kruiden op had staan, heb ik schoongemaakt. Het magneetbord is schoon. Dat heb ik allemaal netjes boven neergezet. Want zoals ik zei, dat hang ik dan weer op als alles schilderwerk gedaan is. Ik heb nog even diamond painting gedaan. Ja, ik ben gewoon een beetje aan het opruimen geweest. Dus op zich dikke prima. Ik ben nu wel een beetje moe. Ik heb een beetje ik heb een beetje last van een hoest. Mijn haar zakt uit. Dus, maar goed. Ik heb alles verder wel klaar. Oh, er zijn pittige onweersbuien op komst, lees ik nu. Ik had gisteravond, als ik helemaal vergeten te vertellen, ook nog naar Ajax gekeken. En ik was alweer een beetje chagrijnig, want het werd op een gegeven moment gelijk. Ja, dan word ik een beetje pissig. Maar uiteindelijk hebben we toch met 4-1 gewonnen. Of eigenlijk 1-4. We staan weer eerst in de Eredivisie. Dus dat was wel heel fijn. Dus ik was wel heel blij met de winst. Maar als we op zaterdag spelen, vergeet ik dat gewoon makkelijker om te melden. Omdat het gewoon altijd normaal op zondag was. Ik vind normaal zondagmiddag ook altijd wel lekker. Weet je, rond 2:30 vind ik prima. Maar goed, ze hadden al gespeeld. Katten hebben nu lekker hun eten op. Dus dat is ook weer fijn. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Want ik vind dat ik genoeg heb gedaan voor de zondag. De groenten zijn ook helemaal klaar. Ik moet straks nog wel even vlees eruit halen voor morgen. Maar ik heb voor nu even genoeg gedaan, vind ik. Ik ga vanavond weer meespelen met weet ik veel. Ik ga 5 live kijken. Ik neem de code van Koppens op, want dat begint. En dat lijkt me weer heel erg leuk. Ik ga mijn nagels doen. Ik ga foto's bewerken. Uiteraard mijn laatste aflevering van mijn Netflix-serie kijken. Daar ben ik heel benieuwd naar. En weer naar bureau Raamport, want dat vind ik toch ook wel heel erg leuk. Dus dat zijn mijn plannen vanavond. Ik wil eigenlijk ook nog wel even gamen. Dus nou ja, het wordt gewoon eigenlijk gewoon een hele relaxte zondagavond, maar ook wel lekker. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Want ik heb de energie wel weer een beetje opgebruikt. Dus ik ga even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen dan tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 24 oktober. Ik ben klaargemaakt en het is heel gezellig aan het waaien. Het is echt een herfst nu. Het waait heel hard. De blaadjes vallen overal naar beneden. De wind die waait. Dus het is wat dat betreft wel gezellig weer. Ik moet zo wel even naar buiten, want ik ga de kattenbakken schoonmaken. En ik moet dat natuurlijk even weggooien. En ik moet ook de kliko eventjes ophalen, want die staat nog aan de weg. Maar goed, als ik dan weer binnen ben, dan is het ook wel weer fijn. Verder ga ik gewoon weer eventjes de gang doen en naar de wc's.
En de douche. En dan de kattenbakken natuurlijk. En ik moet een was aanzetten. Mijn coach die appte, we gaan donderdag niet naar de Action toe. Want ze had die week erop wat meer tijd. Dus dat vond ze dan een fijner plan. Prima, alleen dan kan ik geen telescopische steel halen. Dus ik heb even bij de Praxis gekeken en ze vielen me daar qua prijs op zich ook nog wel mee. Dus ik denk dat ik er dan even eentje bij de Praxis wil gaan halen donderdag als er tijd voor is. Want dat maakt het schilderen voor mij gewoon echt makkelijker. Want ik heb zoveel spierpijn gehad waarvan ik dus niet wist dat ik die spieren had. Bijna. Dus ik dacht, nou als dat een optie is dan... Ja, dan gaat het gewoon net even wat sneller en makkelijker. Omdat ik dan niet steeds op het trapje hoef en niet zo boven mijn hoofd hoef te werken. Want dat is echt iets wat niet echt mij ligt. Maar goed, dan moet ik eventjes kijken. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn geel. Misschien niet echt een kleurtje wat je verwacht in de herfst. Maar wat maakt het uit? Ik ben deze lakjes aan het testen. Dit zijn de Pretty Fast Nail Polishes van Essence. En dat is dus dit kleurtje. Heeft deze een naam? Jazeker. 06... Yellow to go heet die. Dus die heb ik er nu op zitten. Ik moet zeggen, ik vind de dekking niet fantastisch. Ik zag best wel wat witte plekjes. Maar we gaan het gewoon even testen op hoe lang die het volhoudt. Gisteravond heb ik weer meegedaan met weet ik veel. Nou, die naam kwam letterlijk tot z'n recht. Want ik heb echt een paar keer geroepen weet ik veel. Dat ik het gewoon echt niet wist. Het ging heel slecht. Ik had echt maar een 5.2. De champions van Beat the Champions deden mee. Ja, ik wist gewoon, die gaan het heel goed doen. Want die zijn zo slim, die mensen. En inderdaad, die deden het echt heel goed. Die hadden best wel hoge cijfers. Ze gingen in het begin ook echt continu gelijk op. Later zwakte dat wel wat af. Maar voor mij was het niet zo heel fantastisch. Daarna heb ik 5 live gekeken. Ik zag wel dat de kijkcijfers steeds meer afzwakken. Dus ik weet niet of ze het helemaal uit zullen blijven zenden. Dit komt ook wel omdat miljoenenjacht is afgelopen en mensen dus niet zijn blijven hangen voor dit programma. Nou, ik heb mijn foto's bewerkt en ik heb de laatste aflevering van mijn Netflix-serie gekeken. En gisteren zei ik heel leuk, ja, iemand die je dan verwacht, die schijnt er wat mee te maken te hebben. Nou, hij had er wel iets mee te maken, maar niet bij het grotere geheel. Ja, uitkomst was toch nog wel heel anders dan verwacht. Het was echt heel spannend. Dus ik heb er wel echt van genoten. Ook wel jammer dat het nu voorbij is. Dat betekent dat ik weer wat anders mag uitzoeken. En daarna heb ik weer Bureau Raampoort gekeken. En dat was wel weer heel erg grappig. En ook wel leuk. Ja, ik ga nu in ieder geval eerst even een wasje aanzetten. Dan ga ik aan de gang. En ik ga jullie gewoon weer eventjes meenemen vandaag. Dus tijd om maar eens eventjes wat te gaan doen. Klaar, zo, ik heb het er warm van gekregen. Het was wel weer even intensief. Het taartje liep steeds te miauwen. Nou ja, goed. Die wilde gewoon al eten, maar dan krijgt ze gewoon niet eerder. De regen die spat hier op de ramen, wel gezellig hoor. De was die is als goed is bijna klaar. Die kan zo de droger in. Ik had, wat had ik gewassen? Zwarte was nu. Die kan de droger dan in. Nou ja, alles is gewoon weer lekker schoon. Ik heb tenminste toen het droog was even gauw de kliko naar binnen kunnen halen en even de spullen weg kunnen gooien. Dat was wel fijn. Maar nu ben ik het ook wel zat. Ik heb last van mijn benen en ik heb een droge mond. Dus ik heb ook dorst. Ik ga zo even lekker wat drinken. Maar ik ben blij dat het weer klaar is. Dus straks lekker douchen in een schone douche. Dat vind ik altijd heerlijk. Slapen in een schoon bed en een schone douche vind ik een van de lekkerste dingen. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond goede tijden, Eschetoon Meiland. En ik heb al het voorstukje gezien en ik ging al stuk. Dus laat staan wat het vanavond wordt. Martien die wilde een boom opzagen met de decoupeerzaag. Nou, ik vond het hilarisch. Ik ben benieuwd hoe dat vanavond gaat worden. Ik denk dat ik even de code van Koppers terug wil kijken. Dat is gisteren begonnen.
Ik wil sowieso eigenlijk nog even Fortnite doen. Ik moet nog een video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. Dat is altijd wel een beetje een cream, want ik weet nooit zo goed waar ik naar wil gaan kijken. Maar goed, dat ga ik wel even uitzoeken. En ik ga weer Bureau Raamport kijken, dus dat wordt het verder ook. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga in ieder geval even wachten tot de was klaar is. Eventjes wat drinken, dan kan die te droger in. Dan ga ik even lekker relaxen. En mijn muis is zo ook klaar met eten. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 25 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En dan ga ik even een video opnemen. En daarna nog eventjes diamond painten. Ik heb gisteren weer naar Chateau Meiland gekeken en ik ging stuk hier op die bank. Allereerst werd Martino uitgemaakt voor Langnek van de Efteling. Nou, dat vond ik al heel grappig. Toen zou hij een boom gaan omzagen. Er kwamen allerlei zagen uit die schuur en uiteindelijk heeft hij het met een decoupeerzaag gedaan. Er ging ook nog een plantje aan. Het lukte hem ook gewoon. En dan ook nog, nou wat goed van die decoupeerzaag. En ik dacht alleen, wat ben jij voor gek? Je gaat toch niet met een decoupeerzaag een boom omzagen? Nou ja, hoort die dus wel. Maar ik ging helemaal stuk hier op de bank. Het was echt te grappig. Daarna heb ik de code van Coupons gekeken. Dat was ook wel leuk. Ik heb nog even Fortnite gedaan. Dat was ook wel weer leuk. Ik heb een video in elkaar gezet. Die staat inmiddels ook al online. Goh. Ik ga mijn woorden een beetje inslikken. Dat is niet de bedoeling. Daarna heb ik ook mijn blogpost geschreven. Ik heb nog wat nieuwe boeken op de e-reader gezet. En toen moest ik nog een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik wilde eigenlijk heel graag gaan kijken naar de serie over Jeff Dahmer. Als ik het goed uitspreek, dat is die seriemoordenaar die 17 mannen heeft vermoord. En ik had het er vorige week met Natalie over. Dus hij zei, heb je die al gezien? Ik zeg, nee, nog niet. Wil ik eigenlijk wel. Maar omdat er best wel veel gedoe om is, heel veel van de nabestaanden willen eigenlijk dat deze serie zo snel mogelijk van Netflix verdwijnt, omdat er best wel wat onwaarheden in zouden zitten. Dus ik dacht, laat ik maar gaan kijken, want ik weet niet of het zover komt. Ik weet niet of je zoiets kunt winnen tegen Netflix. Volgens mij ben ik wel heel roze, zie je dat? Dat moet ik zo eventjes iets veranderen, want dit is wel heel erg. Dus ik dacht, laat ik maar gaan kijken. Ik heb daarna ook gelijk eventjes wat research gedaan. En inderdaad, er schijnen wel wat dingen niet te kloppen. Ik heb pas één aflevering gezien, maar ja, het is raar. Het is apart. Het gaat, deze man is homoseksueel en hij vermoordt dus ook alleen maar mannen. Voor wat ik begrepen heb, volgens mij vermoord je ook alleen maar donkere mannen, dus blanke mannen, die worden niet, zijn volgens mij geen slachtoffer geworden, want zijn laatste slachtoffer was ook een donkere man. Die heeft hij niet kunnen maken, want die wilde die uiteindelijk, die is uiteindelijk weten te ontkomen gelukkig. En ik was eerst al bang dat hij niet geloofd zou worden door de politie, omdat het in die tijd nogal een ding was. Gelukkig gebeurde dat wel en de eerste aflevering viel nog wel mee, maar ik denk dat er nog wel wat schokkende dingen te gebeuren staan. Hij is zelf ook vermoord en ik hoop eigenlijk dat ze dat ook laten zien in de serie. Ik hoop eigenlijk dat we dat ook te zien krijgen, maar goed, dat is iets waar ik later pas antwoord op kan geven. Een aanrader, mocht je deze serie willen kijken, kijk hem niet voor je gaat slapen, want dat zal je nachtrust geen goed doen, denk ik. Ik was wel blij dat ik daarna nog even een luchtige serie had, zodat ik Bureau Raamport heb gekeken. En dat is dan even weer wat luchtiger, zodat je even dat zware hebt weggehaald. Maar ik vind op zich die waargebeurde verhalen wel heel interessant om naar te kijken. Dus ik ben op zich wel benieuwd verder. Ik heb nog even de kwasten gewassen. Daar ga ik jullie even naar laten kijken. Dan ga ik voor jullie een video opnemen en even wat dingen doen. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga eventjes mijn wangen een beetje minder roze maken en dan ga ik een video opnemen. Er was trouwens nog gevraagd of ik nog even wat beelden wilde laten zien van de airfryer, wat ik er zoal in klaarmaak. Dus dat zal ik jullie eventjes gaan laten zien ook, naast het kwasten schoonmaken. Er was namelijk iemand die was wel benieuwd wat ik er allemaal in bereid. En ik heb eigenlijk nu even laten zien hoe ik mijn aardappelschijfjes en mijn rosti rondjes erin bereid, omdat ik verder niet zo heel veel meer in de airfryer gooi. Waar ik in mijn andere airfryer ook wel spareribs warm maak, doe ik dat nu tegenwoordig in de oven. Dus eigenlijk het enige wat ik nu nog in de airfryer doe, zijn patat en snackjes.
Mijn rostirondjes en aardappelschijfjes. Maar anders zul je ineens wel denken als je nu in één keer beelden ziet van de airfryer, waarom doe je dit? Maar dat doe ik dus even omdat hij omgevraagd was. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb de video opgenomen. Ik vind dat altijd best wel spannend, want het was een creatieve video. En ik probeer altijd heel erg mijn best te doen, maar ik weet soms niet of het heel duidelijk overkomt. Maar die video komt zaterdag online, dus ik heb het in ieder geval weer geprobeerd om het zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Ik heb nu net even nog diamond painting gedaan. Dat was wel weer eventjes leuk. De katten hebben net hun eten op, dus dat is ook wel weer fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik zie dat mijn nagel beschadigd is. Ik heb hier een beschadiging, een chip. Dus die moet ik wel even bijwerken, want dat vind ik niet zo heel mooi. Maar dat moet wel lukken. Ja, vanavond eigenlijk op de planning. Als ik straks gerelaxed heb, ga ik lekker douchen en eten maken. Vanavond kijk ik weer Goede Tijden en Bureau Arnhem. Ik denk dat ik nog even een stukje van Kees van der Spek ga terugkijken. En sowieso nog even Fortnite doen. Verder ga ik de vlog afmaken. Ik moet ook nog foto's bewerken. Dus dat wordt het eigenlijk verder een beetje. Dan moet ik niks. Dan zijn de dingetjes die ik wil doen in ieder geval gedaan. Dan ga ik verder met een Netflix serie. En daarna weer Bureau Raampoort. Dus dat is eigenlijk mijn planning voor vanavond. Dus niet heel spectaculair. Gisteren viel mijn eten een beetje tegen. Ik zat op een gegeven moment zo tegen de broccoli aan te hikken. Ik vond het even niet meer lekker. Hij was ook te groot. Het was te veel. Dus ik kon het ook allemaal eventjes niet meer wegkrijgen. Het was eventjes een beetje te veel. Dus ik hoop dat het eten me straks weer beter smaakt. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf door op de rode button te drukken. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video nou leuk, doe dan even dat duimpje omhoog. En dan wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!